Net als de Dolomina's voer ik actie voor gratis anticonceptie voor iedereen. Na protesten werd de pil in 1972 opgenomen in het ziekenfonds. Het was het symbool van de emancipatie van de vrouw. Goede anticonceptie is niet alleen in het belang van de vrouw. Het is in het belang van ons allemaal. Veel gynaecologen komen in aanraking met vrouwen die geen anticonceptie gebruiken vanwege de kosten. En hoewel niet alle anticonceptie even duur is, zijn de kosten voor sommige vrouwen toch echt te hoog. Vrouwen boven de 21 moeten zelf betalen voor de pil. Ik vind dat dat anders moet. Goede, betaalbare anticonceptie is geen luxe. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dus niet alleen de pil, maar ook bijvoorbeeld het spiraaltje en andere methoden van anticonceptie moeten worden vergoed. Goede anticonceptie is geen luxe, maar noodzaak.